gebruik Amsterdam, waar ik woon en waar mijn kantoor is, als uitvalsbasis om op zoek te gaan naar al die prachtige vis en die visserij. Maar sinds dat ik in aanraking ben gekomen met al die prachtige visserijen wereldwijd, waar het met name gaat om wat de zee ons biedt en niet wat wij vragen. Vis is het enige wat we nog massaal uit de wildernis halen. Nou, voor mij is het beschermen van de zee, van onze oceaan, iets heel logisch. Het kan toch niet zo zijn dat mijn kleinzoon of kleindochter later aan mij moet vragen van hoe smaakt de wilde vis. Waar het bij mij om gaat is om alles zo puur en zo simpel mogelijk te houden. En de echte smaak van de wilde vis naar voren te laten komen. Het doet iets met je op het moment dat je met die vissers aan het vissen bent, aan het koken bent, aan het leven bent. En dat maakt niet uit of je nou in Alaska bent of op Malediven of in Australië. Ze hebben allemaal een beetje diezelfde filosofie. Wild is 100% natuurlijk, pure beleving.